Hoi en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Voordat we deze vlog beginnen, eventjes een uitleg. Want ik was van plan om eerst een social blog op te nemen. Maar toen kwamen er allemaal leuke dingen tussendoor waar ik jullie mee naartoe heb genomen. Dus daar mogen jullie eerst naar kijken. En daarna sluit ik af met een hele leuke zomerse social blog. Vol hoge kortingen. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Even deze uitleg. En dan wens ik jullie heel veel plezier met kijken. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer mee in een... ja, leuke en drukke week. Ik begin straks eerst met het inkopen van bloemen. En ik wil eigenlijk ook nog even kijken naar een aantal potten. Omdat ik voor mezelf graag ook nog wat potten zoek. Maar dan echt een groot formaat. En dat is toch wel wat lastiger vinden. Maar goed, ik ga toch naar de groothandel. Dus daar ga ik toch even naar kijken. En misschien zie ik ook nog wat leuke dingen voor de webshop. Dus ook daar kijk ik naar. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Zo, ik ben nu aan het kijken naar mooie dingen en ik laat dat dingetje zien. En mochten jullie iets leuk vinden, laat even hier weten, want dan kan ik ze voor jullie inkopen. Dus even kijken wat we allemaal gaan meenemen. Het is hier een beetje donker, dus ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar deze vond ik wel heel leuk om een bloemstuk in te maken. Het is een soort krant in het wit, ja, houtachtig. En die leek me wel leuk voor een DIY, maar laat me even weten of jullie deze ook leuk vinden. Deze potten vind ik ook wel echt heel erg tof. Er zit iets een voetje onder. Ik denk dat die 14 centimeter is uit mijn hoofd. De binnenkant. Dus dat is ook wel een gaaf. Maar laat maar weten, ja of nee. Deze pot vind ik ook echt heel tof. Met parelmoer. Ja, een beetje zilver. Ja, nee, het is wel echt parelmoer. Echt. En ook echt groot. Het is iets groter. Ik denk uit mijn hoofd 16 of 20 centimeter aan de binnenkant. Ja, deze vind ik ook mooi. Het ruist hier een beetje en het is een beetje donker. Maar deze vond ik ook wel heel tof. Hij is ook van binnen geglazuurd, dus dat is ook handig. Vooral met het maken van een bloemstuk. En die zijn er ook in dit formaat potten, in deze vorm. Laat me ook wel even weten welke je tof vindt en welke je leuk zou vinden om in de webshop te zien. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want het is hier echt wel een beetje donker. Maar ik kon de lichtknop zo niet vinden en ik ben hier alleen, dus... deze op voet vind ik ook wel tof. Leuk met een plant erin. Nee, die kleine potje heeft mama nog. Deze mooi. Deze. Ja, die vind ik wel mooi. En deze. Zo, dat was wel een beetje wat ik leuk vond. Ik vond niet zo heel veel. Dit waren wel echt hele leuke items, maar dat was het ook wel een beetje. Maar het wisselt heel erg wat allemaal leuk is en wat niet. Dus, maar ik ga ook nog naar een andere groothandel. Dus als het lukt neem ik jullie daar nog mee naartoe. Dat is een nieuwe, dus ik heb geen idee wat die hebben. Maar we zullen zien. Zo, ik ben al een tijdje aan het inpakken van de DIY pakketten. Het gaat eigenlijk best wel lekker. Ik heb hier het volgende alweer staan. En ik ga gewoon lekker door met inpakken en zorg dat de pakketten op tijd wegkomen. Zo, alle pakketten van vandaag zitten in de auto. Dus die ga ik nou eerst even naar het postpunt brengen. En dan ga ik zo nog even denk leuke droogbloemstukjes maken. Goedemorgen, ik startte vandaag de dag en ik denk het is ook wel leuk om een keer weer een saleshop vlog te doen. Dus ik denk waarom doe ik dat niet in deze vlog? Dus we maken er gewoon een saleshop vlog van. Dus kijk gezellig mee. Zo, ik ben bij een oude winkel en ik bedacht me opeens dat ik vandaag... wat rustiger heb qua pakketten. Wat wel heel fijn is, want ik denk opeens... goh, maar dan heb ik vandaag tijd om naar de groothandel te gaan. En dit is een hele leuke voor jullie. Want die hebben heel veel leuke bloemschikmaterialen. Leuke hebben dingetjes. Zoals vlindertjes voor hun bloemstukjes. Echt, ja, allemaal van dat soort dingen. Dus ik denk ik ga daar gewoon nu naartoe. Want ja, vaak komt het er gewoon niet van om daar naartoe te gaan. Omdat ik gewoon in tijd vaak tekort heb. Maar dus spontaan een dagje naar een grotere groothandel. Dus ik ga die kant op rijden. Het is een uurtje rijden. Maar dat is het zeker wel waard. Dus gauw die kant. Het is hier altijd even zoeken. Maar ze hebben heel veel leuk. Zoals je achter me ziet.
ja, heel veel schelpen en dat soort dingen. Dus daar ga ik nu mee aan de slag. Ik zie er altijd zoveel, maar het is altijd ook wel een beetje een chaos. Maar daardoor wel echt super leuk en heel leuk geprijsd allemaal. Alsof je niet doorkrok. Maar ik heb goede hulp, zoals je kan zien. Maar ik heb al een aantal hele leuke dingen. Ik ga het natuurlijk straks allemaal laten zien, maar echt, ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan. Vanmorgen ben ik bezig geweest met bloemen halen. Zoals je achter me ziet, heb ik veel mooie bloemen. En ik heb mijn werkplaats hier een beetje opgeruimd, dus dat is fijn. Het is allemaal weer schoon. Maar ik denk, we gaan even afsluiten met een leuke sales shop blog. Heel veel leuke sale, want zoals jullie weten heb ik dus van de week heel veel geshopt. Daar komt nog even een aparte shop blog van online. Maar ja, ik denk het is wel leuk om dan even ruimte te maken. Hè? Omdat ik zoveel heb gekocht, denk ik, ik moet ook gewoon ruimte maken. Hè? Ook wel veel dingen nog van een nieuwe collectie, wat gewoon in de sale is. Maar gewoon even lekker een zomer sale. Dus ik laat even één voor één de producten zien. Dan kunnen jullie dan ja, kijken wat je leuk vindt en wat je voor een leuke saleprijs wil shoppen. Oké, voordat we deze saleshop blog beginnen wil ik eventjes zeggen, op shop weg spech. Want er zijn van een aantal dingen wel de laatste producten. Ik heb ook nog wel wat dingen recent aangevuld, maar die komen toch nu in de saleshop blog. Allereerst deze, ik weet dat hier niet zo heel veel meer van zijn. Dat is een vaas of food heel top in een wat groenere kleur, zoals je kan zien. Ja, ik kan hem wel even normaal laten zien. Deze is echt heel top, ook mooi met een kaas erin. Kijk hoe geweldig mooi. En hier hebben ze hem dan op de foto met een kaas erin gemaakt. Kijk, heel top. Deze, en ik weet dat deze bijna is uitverkocht, dat ik dacht, ik denk twee of zo heb. Dus wil je eerst gewoon een leuk prijsje scoren, lees er dan snel bij. Is ook echt leuk voor een cadeautje. Ook leuk om chocolaatjes zo in te doen. En dat had ik laatst trouwens ook gedaan met de PTMB schelp. En die doet ook mee met de aanbieding. En die is gewoon echt heel tof. Dit is denk ik een van de meest verkochte producten. En ik heb er nog een aantal, dus ik denk die doen we gewoon mee. Dus deze zat ik een DIY mee online. Heel mooi die buitenkant in een paramour kleur en met een klein beetje zilver, de binnenkant zilver. En ik heb hem dus ook als cadeau gedaan met allemaal mooie bonbons erin. Dan heb je echt gewoon een heel luxe cadeau. Heel leuk. Nu ook in de aanbieding. En de aanbiedingen zijn echt goed, maar daarvoor mag je even kijken op de website. Deze, het huisje. Die neemt wat meer ruimte in beslag, dus die doen we ook mee. Dan deze frames. Ik heb nog een aantal kleine en een aantal grote. Zijn ook echt wel de laatste, dus wees er ook snel bij. Deze toffe vaccines heb ik ook een DIY mee opgenomen. In, met drie printjes is deze en zo'n setje. Dan heb ik nog twee van deze frames van Riverdale. Daar staat ook een leuke DIY mee online. Met het berengras wat gevlochten is. Deze. Als je denkt, wat moet ik ermee, ga je even terugkijken. En dan heb ik nog een aantal van deze vaasjes en kruikjes. En dat geldt ook voor die serie in het roze. Daar heb ik echt nog enkele van. Heel tof. Deze zijn helemaal mooi geglazuurd met dat krakelé. Bij deze kan je dat ook bijvoorbeeld heel goed zien. Ik hoop dat je het goed kunt zien in het licht. Heel tof. En die vaasje heb ik dus in verschillende vormen, soorten en maten. Dan deze, dit setje. Deze schaal heb ik er ook enkele van, dus ja, moet je ook snel bij zijn. En dat geldt ook voor deze, zijn er ook echt nog enkele van. Die is ook heel leuk met de krakelé. Leuk met een paar droogvormpjes op, of bijvoorbeeld het droogvormsetje wat ik ook online heb staan. En dan als, nee, dan hebben we deze nog, het mandje. En als laatste deze toffe PTMD vaas. En die is echt heel gaaf. Heel leuk. Hij is van binnen ook mooi. Hij heeft een aparte vorm. Dus leuk op tafel of voor het raam. Net even wat anders.
Dus ja, dat zijn de sale items voor in deze vlog. De prijs is al aangepast op de website, dus je hoeft geen kortingscode of iets toe te voegen. Die zijn al mooi afgeprijsd. Ik heb van de week ook een leuke DIY opgenomen. En dat is deze. Volgens mij had ik die nog niet laten zien. Maar die komt binnenkort ook heel apart en heel sterk. Want de aankomende tijd is de temperatuur wat hoger. Maar daar hou ik rekening mee. Er komen gewoon DIY's online. Maar dan heel sterke bloemen. Zodat we wel wat leuks op tafel hebben. Want dat willen we natuurlijk. Goed, ik hoop dat, dat jullie blij zijn met deze sale. En... ja, ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Dit kan je allemaal shoppen via www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder een kopje sale. Dus wees snel bij Op is Op. Lekker shoppen met korting. Daar houden we van. Tenminste, ik wel. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dat blijft hoog voor alle leuke video's die ik maak. En dan zien we de volgende keer weer. Doei!